erop ingaan. Want ik geloof ook dat God soms op een hele bijzondere manier onze regeltjes kan doorbreken. En dat hij wel degelijk daar doorheen kan spreken. Maar dat is dan meer uitzondering dan regel. Het is niet de bedoeling dat wij de Bijbel gebruiken als een Bijbelgesprek. En dan zeggen, Heer, wat zegt u vandaag tegen mij? Zoals er is een man die zocht leiding in zijn leven. Hij zegt, Heer, wat moet ik doen? En die ging ook zo met zijn Bijbel om. En die las dit als eerste tekst. Daarop ging hij heen en verhing zich. Het gaat over Judas. Dat is Judas die heeft Jezus verloochend. En die vaart enorme schuld. En die leest dan dit. Deze persoon. Maar dat gaat over Judas. Maar hij denkt, dit spreekt God op mij rechtstreeks. Dus die man die wordt raakt een beetje in paniek. En hij denkt, Heer, dat is niet zo'n hele bemoedigende tekst. Misschien heeft hij een andere tekst. Maar hij bladert weer opnieuw in zijn Bijbel. En dan leest hij dit, in Lucas 10, vers 37. Ga heen, doe gij even zo. En nou raakt hij helemaal in paniek. En hij denkt, dit kan toch niet waar zijn? Dus hij leest verder. Nog een keer, Heer, als ik mijn vinger leg op een tekst, dan spreekt u daar doorheen. En dan staat er, wat u doen wilt, doe het met spoed. Nou, die man is natuurlijk helemaal van zijn apropos, doet de Bijbel dicht. En denk ik, ik snap er helemaal niks meer van. Nou, ik snap het wel. Ik denk dat hij op dat moment bezig is met een stukje onverantwoord Bijbelgebruik. Want dat is niet de manier waarvan ik geloof dat God zegt dat we zo met de Bijbel om moeten gaan. Dus ook voor je eigen leven, als je leiding zoekt of op een andere manier, en je gaat zomaar bladeren en je pakt zomaar een tekst eruit, eigenlijk komt het steeds een beetje op hetzelfde neer. Dingen staan in een context, hebben met elkaar te maken. Een ander iets, en dat is wat...